Hey hallo, dit, dit is een niet geknipte video. Ik, ik maak vandaag een video waar er geen één knipje in zit, snap je? Dus vanaf nu blijf ik doorpraten tot het einde van deze video. Vind je nou niks, klik dan even weg. Vind je het wel iets, klik dan niet weg. Klik op het duimpje omhoog en lees de titel goed. Want deze video, vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je door die dipje periode komt. Hoe je door de periode komt dat je denkt dat je jezelf echt helemaal in een put hebt gegraven. Waar je nooit meer gaat uitkomen. En daar geen ladder is om naar boven te klimmen. En dat je echt geen flow idee hebt wat de fuck dat je moet doen. Want... <tus> Ah, kijk, normaal had ik dit weggeknipt, snap je? Een maand geleden of twee maanden geleden, pak, uh, Precies twee maanden geleden, uh, was heel die school shit. Is heel de schoolsituatie bij mij echt. echt down gegaan. Het was, uh, het was vreselijk. Het was niet chill. Het was fucked up. En ik dacht dat ik mezelf in de diepste put ooit had dat, dat ik daar nooit meer ging uitkomen dat ik het volledig had zitten. Ook al zag ik het echt wel zitten om uh, ja, door te gaan met YouTube en alles wat ik had te schieten op YouTube. Ook al heb ik nu al ongeveer twee weken geen fuck gedaan voor YouTube. En. Denk ik dat ik niet meer in die put zit. Maar eigenlijk is het wel nog een klein beetje zo. Laat mij jullie uitleggen. Hoe ik uit de diepste, diepste shit ooit ben geraakt. Door eerst even te zeggen naar jullie wat er allemaal scheelde met mijn leven. Want dat heb ik nog nooit gedaan. Dus, laat me zeggen. Ik ben ooit echt de beste student geweest. Ik, uh, school was niet mijn ding. En YouTube was dat wel. Maar dat, 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 dat ging niet zo goed samen. Ik heb dan op de een of andere manier wel een manier gevonden. Om dat een beetje te combineren. Door video's te maken op YouTube. Waarin ik vertelde. Hoe, sukt, uh, hoe hard dat school sukte en hoe slecht ik daarin was. En mensen vonden dat leuk om naar te kijken. Mensen vonden het leuk om te zien hoe hard ik school afbrak en hoe hard ik school haatte. En daar maakte ik dan video's over en daar heb ik een heel jaar volgehouden. En ik denk dat ik daar mijn succes aan te danken heb. Mensen vonden het heel leuk om te luisteren naar mij. Hoe dat ik school blame voor alles in heel mijn leven. En uh, ja, dit jaar toen ik naar een andere school ging is dat allemaal verslechterd. Want uh, ik mocht dat niet meer doen. Die school haatte. Die school keek al mijn video's en elke keer als ik zei van. School is fucking gay. Dan, dan werden zij bos. En dan, dan kreeg ik straf. En dan moest ik langer op school blijven. En Dan had ik minder tijd om video's te maken. En dan, ja, had ik geen idee meer. Ik wist niet meer wat ik moest maken op YouTube. Ik zat echt in een fucking crisis. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik had geen ideeën meer. Want het was altijd mijn gewoonte om video's te maken over hoe kut dat school was. En dan mocht ik niet meer doen. Ik mocht niks meer zeggen over school. Want dan kreeg ik straf. Terwijl school dat niet eens mag doen. Maar ze deden het toch. En ja, be, be, be Dus dan ben ik gestopt met school in januari. De dag na de kerstvakantie is het allemaal gefokt. Ik werd half van school gestuurd, ik ben half van school gestuurd en ik ben half weggegaan. Laat me het zo zeggen. Ik ben niet 100% van school gestuurd, wel 98% en dan ben ik gewoon 0,2% gewoon zelf gezegd van Yo guys, it's done. Bye. School is um, fucked. Ik, uh, hey, uh, jullie willen mij hier niet meer, dus uh, I'm out. You, you, you. Dan ben ik weggegaan. Dat was gedaan en uh, mijn ouders heb de dekste flip ooit gekregen op mij. Heel mijn familie zag mij als uitschot. Uh, iedereen zag mij als. School wrap out, kid. Wow, you're gonna end up uh, on the streets. Even een quote uh, om hierbij te gooien. Komt-ie? Uh, Consider the fool because I dropped out of high school. En dat was ook zo. Iedereen keek neer op mij. Iedereen zei van. Yo, you ain't gonna make it. Je gaat niks kunnen in je leven. Je gaat geen diploma hebben. YouTube gaat nooit voor altijd blijven. What the fuck doe je? Hoe idioot ben je? Zelfde mensen van mijn familie, waar ik heel veel van hield, keken ineens naar mij alsof ik een stuk stront was die door het raam gegooid was. En niemand vond mij cool. Dus dat, dat was kut. Want ineens was iedereen boos op mij, en ik voelde mezelf heel kut. En ik had eigenlijk echt niks, ik had alleen mijn vrienden. En dat was het. Voor de rest was iedereen boos op mij. En ik had elke dag ruzie thuis. En ik wist niet wat ik moest doen. En ik heb daar even daar, uh, een paar dagen gelegen. In mijn bed. Al huilend. Over uh, hoe kut dat mijn leven was. En zo zagen mijn dagen eruit. Zo voelde ik mij. Neem, een maand lang heb ik dan toch video's gemaakt. Maar ik voelde mij echt kut. En ik dacht daar nooit iets. En mijn leven mij uit. Die fucking teringzooi geen halen. Terwijl ik wel gewoon een goede video had gemaakt. Waarin ik uitlegde dat jullie van. Hey, guys. Uh, laat je niet doen. Vacht tegen je... Uh, weet ik wel hoe je dat noemt. Tegen je depjes. Je komt er wel door. Nee, niet hopen. Je komt daar niet door als je echt gewoon blijft hangen. In die fucking kutsituatie. Als ik, 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 ik dacht er elke dag aan. Ik werd elke dag wakker en ik dacht van... Ik ga niet naar school gaan vandaag. Ik bedoel... Nee. En dan kwam ik elke dag beneden. Had ik elke dag ruzie met mijn ouders. Was elke dag fokt. Moest ik elke dag video opnemen. Want bedoel ik... <laughs> Ik had niks anders meer, snap je? YouTube was de enige waar ik had. Okay. en dus, andere YouTubers hebben dat ook. YouTube was de enige. Als ik geen filmpjes maak had ik geen geld. En dat was ik skeer En de laatste tijd stel ik mezelf zo wel een beetje anders op. En doe ik alsof dat ik geld heb. Maar ik weet niet of ik dat kan tonen aan jullie, maar... Uh, het enige geld dat nu in mijn broek zit, is een... Uh, kijk, ik weet zelf niet waar mijn... Ah, daar is hij. Wacht, ik heb hem gevonden. Kijk, het enige geld dat op dit moment in mijn portemonnee zit, is een fake briefje van 50 euro. Dat is het enige waar ik bij heb op dit moment. Dit is fake 50 euro. Ik weet niet hoe ik dat kan tonen aan jullie. Dit dingetje blinkt niet. Uh, dit dingetje hier is zo. Het blinkt niet. Het enige waar ik bij heb is deze fake 50 euro. Ik had niks. Ik had niks. En ik heb nog altijd niks. Misschien wel een beetje, maar al mijn geld gaat er door aan kleren. En, snap je? Ik had zo heel veel tijd om op mijn kamer te zitten en te denken van uh, hoe ga ik dit oplossen? Want dit kan niet elke dag zo blijven. Ik kan niet elke dag Thuiskomen. En denken van yo, wat de fuck moet ik doen. Elke dag opstaan om 11 uur en denken van als ik het niet maak met YouTube, dan ben ik echt een lul. Elke dag thuis komen en denken van ik heb echt niks aan mijn leven. Wat de fuck moet ik doen? En dan, ik weet niet hoe lang, totdat ik op een dag thuis kwam en dacht van yo, als ik hier ga blijven en hangen, en daar hebben heel veel mensen, als er iets slecht gebeurt in je leven, is gewoon het typischste wat mensen doen daar blijven hangen, doe dat niet. Stop, ik, ik weet hoe moeilijk dat is, maar stop daar gewoon mee. Stop met nadenken over alles. Want hoe meer tijd je hebt om in je bed te liggen en zo, hoe, hoe, hoe dat deed ik. ik, ik had niks te doen, dus ik lag heel lang in mijn bed. Doe dat niet, blijf niet in je bed liggen. Doe niet niks. Want als je in je bed legt, dan denk je nou over dingen. En als je heel lang nadenkt over de beste dingen in je leven, dan denk je ineens van wow, wacht, eigenlijk zijn die goede dingen helemaal niet zo goed. En eigenlijk zijn die goede dingen echt fucking kut. En dat gebeurt er als je overdenkt. Overthinking kills happiness. En dat was zo bij mij, ik had niks meer. Op een bepaald moment, ik begon zo na te denken over het enige wat ik had, wat YouTube was. Dat ik eigenlijk doordat dat mijn channel echt gewoon dood had gehad was. En ik eigenlijk echt geen kijkers meer had, en dat ik elke dag subs verloor. Terwijl dat ik gewoon views kreeg en likes, maar ik keek dan naar de diepere dingen in mijn channel. En dan dacht ik van, wat de fuck heb ik gedaan? Ik had niks meer. En mijn ouders hebben al hun steun dan toch een beetje proberen te leggen naar mijn YouTube channel. En ik, het, het lukt niet eens. Ik, ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik heb een beslissing genomen met mijn channel die, die doodgeschoten is en helemaal een doodbloeden is. En daar dacht ik aan. Ik, ik was zo fucking gefrustreerd. En ik zat zo diep dat ik over alle leuke dingen ook wel hele slechte dingen vond. En op dat moment dacht ik van oké, okay, hiermee moet ik stoppen. En ik heb elke dag. Ik ben elke dag opgestaan om 8 uur s morgens. Ik heb mijn ritme volledig terug opgenomen. Van opstaan om 8 uur s ochtends. Niet te laat gaan slapen. Niet elke dag domme shit doen. Gewoon echt werken. Reisjes maken. Naar vrienden gaan. Proberen terug plezier te hebben. En dat heeft mij enorm geholpen. Dat heeft mij echt. Dat heeft mij echt uit die shit gesleurd. Maar het probleem nu is. Dat ik mij zo heb geamuseerd. Dat het weer moeilijk is om die draad van YouTube terug op te nemen. En ik moet dat doen. Snap je? D dit is wat ik wil doen. Ik vind het super leuk om dit te doen. En ik weet niet of jullie deze video één. Uh, Seconde kunnen kijken, want er zit hier geen één knipje in. Maar er is het verhaal, er is het real wat ik kan zeggen. En ik kan zeggen, zoals elke fucking andere YouTuber: Dit is de tiende keer dat ik dit probeer op te nemen. Want de andere tien keren was ik veel te emotioneel en het ging gewoon niet bullshit. Nee, dit is de eerste keer dat ik dit opneem en als het niet zou lukken, dan laat ik het gewoon in deze video. En dan, dan is het niet gelukt, maar heb ik het wel geprobeerd. Snap jullie? Uh, als je door je dipje wil komen, stop met je te gedragen. Als dat je je gedraagt, want dan doe je gewoon iets verkeerd. Je gaat niet uit je dip komen door gewoon in die put te blijven zitten en te hopen daarin is iemand met een ladder naar beneden komt. Nee, zit in je put. We hebben dik veel. Verzin een verzinnen manier hoe je vleugels kan groeien of zo en vlieg uit die fucking put. Je, je, je hebt meer te doen. Je hebt meer te doen dan elke dag in je bed te liggen en te huilen over shit dat je zelf hebt veroorzaakt. En de, wat meestal als je depressief bent is het door iets dat je zelf hebt gedaan. En dan, dan denk je daaraan en dan. Gewoon helemaal terug in de tijd om die shit te veranderen. Nee, 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 niet terug in de tijd. Ga, ga vooruit. Denk, denk over wat je wel gaan doen. En uh, maak gewoon die shit goed. Als je je vrienden hebt laten vallen voor iemand, ga terug naar je vrienden. Zeg, sorry, ja, maak al die shit goed. Kijk, blijf niet hangen. Blijf echt niet hangen. Begin niet met drugs. Probeer niet je uitwacht te zoeken En nee, weet ik veel alcohol of zo. Ga terug naar je fucking gang. Denk terug aan die tijden van, wow, joh, toen was ik wel gelukkig. En probeer dat gewoon opnieuw te doen. Want dat kan. Het is, niet, het is niet omdat je dat één keer hebt gedaan dat je dat niet meer kan doen. Snap je wat ik bedoel? Er is veel meer in het leven dan je denkt. <laughs> Geweldig hoor. Oh. ace hey, it. you got that. Snap je? Ik ben heel blij dat ik nu terug blij ben en zo. En ik moet gewoon terug video's maken. En dat ga ik doen. Ik bedoel, volgende week zit ik in huis met 10 YouTubers. En dan ga ik waarschijnlijk elke dag uploaden. Want dan ben ik echt een fucking YouTuber. Snap je? Ik ben heel blij dat ik me weer goed voel. En ik bedoel, ik ben ook gewoon verliefd en zo. En dat, dat is ook het beste waar is heel de hele fucking wereld. Maar snap je, ik, ik, ik moest deze video maken. Ik moest aan jullie even uitleggen hoe het zat. En eerlijk zijn. En gewoon, even, ik weet niet hoe lang ik al, 9 minuten en fucking 43 seconden uitleggen naar jullie. Hoe de fuck dat ik dit deed. En snap je, ik ben blij dat ik jullie heb. Want op het moment van al die schoolshit, waren mijn kijkers, mijn volgers op Twitter, mijn subscribers op YouTube. Waren jullie de enige mensen die nog altijd lieve berichtjes naar mij stuurden? Waren jullie de enige mensen die mij steun toonden? Niet mijn ouders, niet mijn fucking familie. Die waren even allemaal bos. huilde ook, elke dag. Maar jullie niet, jullie steunen mij. En dan ben ik mijn hart bij jullie verloren. En dan heb ik jullie nu toch twee weken in de steek gelaten. Omdat ik zoveel had nagedacht over mijn YouTube channel. En zelf even heb overwogen om mijn channel te deleten in deze twee weken. Omdat ik dacht van joh, mijn ijs het is dood. Wat de fuck heb ik gedaan? Misschien moet ik, weet ik, veel vuilnisman worden of zo. Het is heel moeilijk. Maar het is me uiteindelijk wel gelukt om door die kutte periode te komen. En nu ben, e op, nu ben ik echt in een van de gelukkigste periodes van mijn leven. Dus, dames en heren. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ben je het nog niet beu om naar mij te kijken? Smash je zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik ben Aced. Tot de volgende keer. See you.